Pesten, waarom ik? Dit toneelstuk, geschreven en geregisseerd door de gepensioneerde verpleegkundige Yvonne Noordwijk, ging gisteravond in première in de Schouwburg van het CCS. Het stuk is gebaseerd op een ervaring uit de jeugdjaren van Noordwijk. Het behandelt een actueel vraagstuk dat niet alleen in Suriname, maar wereldwijd voor miljoenen slachtoffers zorgt. De schrijfster wil dan ook met dit stuk aandacht vragen voor het probleem van pesten, waarvan vooral kinderen de dupe worden. De acteurs en actrices van Pesten waarom ik zijn van het kindertehuis Zout der Aarde. Schrijfster Noordwijk had een bezoek gebracht aan het kindertehuis en was erg onder de indruk van de leefsituatie van de kinderen. Noordwijk gaat de totale opbrengst van de kaartenverkoop doneren aan het tehuis. En wat ik daar zag, toen brak mijn hart. Er is een grote nood daar in het huis. De kinderen hebben nieuwe bedden nodig, matrassen. Het sanitair laat veel te wensen over. Dus toen heb ik er gezegd dat we van start zullen gaan. En de opbrengst is om deze dingen in orde te maken. Wat wij dus graag willen, is dat de mensen een kaart kopen voor 25 SRD. Want met dat geld, de totale opbrengst, is voor kinderhuis Zout der Aarde om al deze spullen aan te schaffen. Dat is wat ik de kijkers en luisteraars vraag, om ons hierin te steunen en om ook te komen kijken wat deze kinderen ook kunnen presteren. Yvonne Noordwijk, regisseur en schrijfster van het toneelstuk Pesten, waarom ik? Het stuk ging gisteravond in première in CCS. Ha ha.